Oplichters worden met de dag slimser. Zo proberen ze bijvoorbeeld met mooie praatjes uw vertrouwen te winnen. En vervolgens stelen ze uw geld, uw bankpas of andere waardevolle voorwerpen. En ze zijn elke dag bezig met het verzinnen van nieuwe methoden om hun slag te slaan. Ja, en die boeven die richten zich op ouderen. Omdat ze denken dat wij een makkelijk slachtoffer zijn. Daarom staat de hele maand april in het teken van senioren en veiligheid. En hebben we aandacht voor de vier belangrijkste vormen van oplichting bij ouderen. Dat zijn de babbeltrucs, het is de hulpvraagfraude, phishing en spoofing. En ik ga op pad om uit te zoeken wat de nieuwste trends zijn die oplichters gebruiken om u en mij te grazen te nemen. Tips: www.maakhetnietetemakkelijk.nl. En als u toch slachtoffer wordt, schroom niet om de politie te bellen. We staan voor u klaar om u te helpen, daar waar het kan. Past jouw pet mij ook? Vast. Dat is een rustig gevoel, ja.